molshopen, ondergrondse gangenstelsels en hele graafactiviteiten. Door de zachte winter laat de mol zich vaker zien dan normaal. Zo ook op het land van melkveehouder Reinold van der Gift uit Zeist. Dit zijn er te veel, ja. Ja, klopt. Hij is heel actief nu. Zijn bedrijf ligt in een bosrijk gebied nabij de Kromme Rijn. Een heel fijne plek voor de mol. Dit is de rit die de mol naloopt om hem eten te zoeken. En hier zie je dat deze hoop is van vanmorgen. Dus dat is een actieve rit. Ja, even checken. Nee, jammer. Nee. Elke keer als Reinold de klemmen controleert, zijn er meestal wel een paar mollen gevangen. Maar vandaag laten ze zich niet echt zien. Dus je moet ze eigenlijk gewoon een dag tussen houden. Het liefst 24 uur, zo'n beetje. En dan heb je gegarandeerd, zeker op deze scheiding tussen twee weien, kans dat je wat vangt. Kijk, en in het veld zie je dat er bijna geen molshopen zijn nog. Maar als je nu al niet op tijd begint, dan loop je eigenlijk achter de feiten aan. En dus loopt Reinold een paar keer per week zijn mollenronde. Dat is best een tijdrovende klus. Ja, in de week 3 keer in de week sowieso. En dan ben je toch wel een half uur tot een uur aan het lopen, aan het kijken, aan het checken en aan het nachecken van of de klemmen zitten die vol zijn en overnieuw zetten, andere ritten zoeken. Ja. Nee, het wordt lastig, denk ik. Je wil gewoon schoon voer voor de koeien. Als je dus weer gaat maaien en je hebt alleen maar die grondhopen erbij, zoals hier. Dan hebben we natuurlijk gewoon, loopt de kwaliteit van het voer wel heel hard terug. En koeien kan nou eenmaal niks met grond in de kuil. Sowieso wel dat de kwaliteit heel hard terugloopt. Er zijn meerdere manieren om mollen te gaan. Zo gebruiken sommige boeren karbiet als ecologische mollenverjager. Deze melkveehouder houdt het voorlopig bij de ouderwetse mollenklemmer. Ja, omdat je dan zeker weet dat je ze weggevangen hebt en dat ze ook echt dood zijn. En je kan ook meteen checken hoe je land erbij ligt. Je combineert veel dingen. Ja.